Deze twee scholieren zijn 17 jaar jong en de schoolbanken nog niet ontgroeid. Maar bij Van Oort lopen ze rond alsof ze in dienst zijn. De Rotterdamse waterbouwer heeft ze gevraagd om mee te werken aan het bouwen van windmolens op zee. Eenvoudig gezegd is dit het blokkeringsmechanisme als een windmolen omhoog wordt gehezen. Dat is wat ons idee is, zeg maar. En hoe dan een windmolen wel omhoog kan worden gehezen, maar als die naar beneden zou vallen of kan rusten, kan die niet naar beneden. Als 17-jarige scholier lijkt me dit een best ingewikkelde opdracht. Ja, het is zeker ingewikkeld, maar juist omdat het ingewikkeld is, is het uitdagend en daarom leuk om te doen. Van Oort bouwt windmolens op zee vanaf een platform, vastgezet op de zeebodem. De scholieren kregen de opdracht om te bedenken hoe dat in de toekomst ook kan vanaf een drijvend schip. Zeker het proces wat die mannen hebben doorlopen en toch de hele andere gezichtspunten en de standpunten die ze innemen, maakt het een heel divers en leuk project. De maritieme sector zit te springen om personeel. Het aantal vacatures is in een jaar tijd verdubbeld. Het is dus zaak meer jongeren te interesseren voor het vak. Nou, als je kijkt bij ons op de website hoeveel banen daar beschikbaar zijn, dan kunnen wij nog een paar collega's gebruiken, absoluut. Wij denken ook dat onbekend onbemind maakt. Nou, schepen die zie je een beetje in de haven, maar ook de haven die verplaatst zich steeds meer naar buiten. Heel veel wordt geëxporteerd, dus dat zie je ook niet. Dus op deze manier hopen we de sector wat dichter bij huis te brengen. Deze opdracht bij Van Oort is onderdeel van een wedstrijd onder meerdere scholieren bij verschillende maritieme bedrijven. Koen en Nico slepen de derde prijs van €1000 in de wacht. Maar belangrijker is de vraag of ze nu ook kiezen voor een maritieme toekomst. Voor de maritieme sector weet ik nog niet, maar voor de techniek sowieso. En de maritieme sector boeit me wel, dus misschien wel. Nou, bij mij staat het erg hoog in mijn lijstje. Ik weet nog niet geheel of ik het ga doen, maar het lijkt me wel ontzettend leuk om later misschien een baan in te vinden of door te studeren. Maar eerst de middelbare school afmaken. Ja, dat is ook belangrijk. Stap 1.